erin gedaan wordt en schoongemaakt, et cetera. Tegenwoordig zijn er nog achterladers. Is er al gevisiteerd? We hebben nog helemaal niks gedaan. Precies. Nou, het stuk gaat nu gevisiteerd worden. Je ziet daar zo'n soort kurkentrekker. Die gaat helemaal tot achter in de loop. Die wordt rondgedraaid. Langzaam weer uitgehaald, dat om nog eventuele achtergebleven stukjes papier of wat dan ook eruit te halen. Ja, hij is nu schoon. Als u vragen trouwens heeft, mag u zo wel gewoon stellen hoor. Ja, maar wel schriftelijk inzetten. Dit ging allemaal zo langzaam, we hebben tijd genoeg. Ja. Dat doorprikken, dat is om het kruid alvast een beetje uit de kardoes te laten komen. Dat als er straks het lontje erop komt, dat het makkelijker afgaat. En waar is het lontje? Lontje, kijk, het lontje komt nu. Sorry hoor, ik ben niet van die tijd. In het echt zou er dan inderdaad een kogel voorkomen. Schiet de kop even zo aan de deur. Ja, dan krijgen we ruzie met de buren. Het lontje is er nu opgezet. Kijk, is gereed om achter de muur. Nee, buur op mijn commando. Ook mijn commando. Kijk, nou, stel op. Ja, zou ik dat wel doen? Op plek! Klap, hè? En snel! Gaat wat snel, hè? Zo snel! Het ene schot is harder dan het andere. Het heeft ook te maken.